Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is deze boiler van Inventum. Dit is een close-up boiler, 15 liter, 2000 watt, label A. En deze boiler gebruiken wij voor douchen. Nou hoor ik jullie denken, 15 liter water voor de douche? Ja, dat kan. Dit is natuurlijk 60 graden en we douchen onder 38 graden. Dus we hebben ongeveer 35 liter water per douchebeurt. Kijk, en als je natuurlijk een bad hebt, dan werkt dit niet. Want dan heb je natuurlijk een laagje van 10 centimeter in je bad. Dus dat werkt niet. Maar voor 9 van de 10 gevallen, als je gewoon normaal doucht en je hebt een normale douchekop, dan is dit een prima oplossing. Hieronder komt weer koud water binnen. Dan hebben we een kogelkraan met controleerbare keerklep. Dan hebben we overdrukventiel van 6 bar. Die lekt hier netjes in het afvoertje. Dan gaat hier warm water naar de badkamer. En hieronder zit meteen de badkamer. Dus de leidinglengte is heel kort. Dus je hebt heel snel warm water. En onder de badkamer hebben wij dus een douche-WTW. Die zorgt er eigenlijk voor dat in plaats van dat er 15 graden de boiler in gaat, dat er 20 of 25 graden de boiler in gaat, waardoor de boiler dus sneller opgewarmd is. De boiler hebben we aangesloten op een energy socket van Home Wizard en die hebben we ingesteld tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds, zodat de boiler aangaat in principe overdag als de zon schijnt. Stel, ik zet de boiler op 60 graden en mijn douchekraan op 38 graden. En ik zet hem op eco, dat is dus 4 liter per minuut. Dan kan ik 9 minuten douchen. Zet ik hem op comfort, dat is 5 liter per minuut, kan je ongeveer 8 minuten douchen. Maar stel ik zet de boiler dus op 76 graden en ik zet hem op de eco stand, 4 liter per minuut, dan kan ik 14 minuten douchen. Zet ik hem dus op de comfort stand, 5 liter per minuut, kan ik 10 minuten douchen. En je kan dus ook nog de watertemperatuur iets verlagen, want je hoeft niet onder 38 graden te douchen. En dan kan je dus langer douchen. Dus het is heel simpel. Het is natuurlijk ook maar net wat je gewend bent. Nou, deze boiler die staat dus op 60 graden ingesteld. Als je de knop omhoog zet, dan wordt het water 76 graden. En als de boiler dus aanspringt, dan zie je dat het lampje aangaat. Dit lampje heb ik ook in de badkamer gemaakt. Nou, hier zit het lampje. Op het moment dat de boiler opwarmt, gaat dit lampje ook aan. En dan weet je dus van, ik moet even een paar minuten wachten. Gaat het lampje uit, dan kan ik weer douchen. En de opwarmtijd is ongeveer 25 minuten. En door de douche-WTW is de opwarmtijd ongeveer 20 minuten. Maar dat is dus als je hem helemaal leeg doucht. Zoals wij zijn met z'n vijven en wij douchen gemiddeld 5 minuten. De ene keer 7 minuten, de andere keer 5 minuten of korter. Dan douche je hem dus niet helemaal leeg. En dan is de opwarmtijd dus tussen de 5 en 10 minuten. Dus je hoeft helemaal niet zo'n grote boiler te hebben om te douchen. Deze is dus 15 liter en deze is dus 2000 watt. Maar stel onze kinderen zijn uit huis, dan gaan we deze vervangen door een 10 liter van 450 watt. En dan haal je dus minder stroom uit het net en meer van de zonnepanelen. Is de opwarmtijd wel iets langer, maar dat maakt niet uit, want dan ben je nog maar met z'n tweeën. Dus eigenlijk is het gewoon heel simpel om dus energie te besparen, water te besparen. Oké, soms moet je een klein beetje luxe inleveren. Nou, en dit is de douchekraan. Links kan je dus instellen 38 graden warmer of kouder. En hier kan je dus de hoeveelheid water instellen. Eco-stand, comfortstand. En dit is dan de douchekop. Oké, het is geen hele grote douchekop, maar het is maar net wat je gewend bent. Ik zal het laten zien. Dit is de eco-stand. Nee, grapje. Dit is de eco-stand. En dit is de comfortstand. Dus op zich komt er nog aardig wat water uit. In de beschrijving zet ik een link waar je deze douchekop kan bestellen. Nou, mocht je het een leuk filmpje vinden, geef even een duim omhoog. Vergeet je uiteraard niet te abonneren en zie je mij de volgende keer.